Natuurlijk heeft iedereen zo zijn, wel zo zijn stijl. Maar je kan niet echt plannen, want elke rider is anders. Dus je moet wel gewoon afspelen op de rider, op je tegenstander. Mm-hmm. Maar iedereen heeft zo zijn eigen stijl. Ik heb ook mijn eigen stijl, dus dat ik zal zoveel mogelijk proberen om zo op mijn stijl aan te houden. Zodat dat ze gewoon mee wedstrijd rijden. Ja. Maar ja, dat kan ook gewoon veranderen. Mm-hmm. En hoeveel deelnemers zijn er op de 200 meter sprint? 30. 30 deelnemers. En als je, zeg maar, wil terechtkomen in de finale, hoeveel keer? Ik weet niet wat ze het noemen, maar de eerste ronde is de 1:16 of 1:32 ja, finale. Ja, juist. Oké. Okay. En dan heb ik denk... Ik weet niet precies hoeveel mensen kwalificeren, maar misschien, ik denk, of 24 of 28 mensen kwalificeren. Mm-hmm. En dan, dus zo gaat het gewoon door. Dus het kan zijn dat je aardig wat aantal keren in actie moet komen voor je dus in de halve finale of de finale terechtkomt. Ja, maar het programma is wel heel lang. De sprint is wordt over 3 dagen gereden, dus het valt best wel mee. De eerste dag rijd ik alleen... De eerste ronde, de 32e finale, mm-hmm. tot 8e finale, dus maar 2 rondes. Okay. Dan de tweede dag rij je kwartfinale en ik denk alleen de kwartfinale. Kwartfinale of semifinale rijden we dan de tweede dag en dan de finale op de derde dag alleen. Oké, okay. 3 dagen dus voor de 200 meter. Dat valt best wel mee. Nee, ik werk gewoon van moment tot moment hoor. Training gaat goed, dus ik zie geen reden waarom de wedstrijd niet goed zou gaan. Mm-hmm. Dus ja. En Jair, je begint nu 4 augustus. En eigenlijk heb je een jaar lang gewacht op dit moment. Behalve de voorbereiding daarvoor. Dit ene jaar, dit afgelopen jaar, zeg maar. Geeft het nu een bepaald gevoel om te zeggen van ik heb een jaar lang gewacht en nu komt het. Wat voor gevoel geeft dat? Nou, ik heb geen jaar lang gewacht. Ik heb mijn hele leven lang gewacht. Oké. Nee, maar ja, dat extra jaar heeft me wel goed gedaan. Ik ben veel sterker dan ik was het afgelopen jaar. Dus ja, het is heel goed. Oké. Okay. Je stelt geen target, maar is er toch wel iets in mind waarvan je zegt van ik ga tevreden van deze Olympische Spelen als ik dit bereikt heb? Natuurlijk is mijn goal om op het podium te staan. Maar all in all, ik moet gewoon mijn best doen. En ja, als je mijn coach had, als je te veel focust op ik moet dit doen, dan maak je zelf alleen maar zenuwachtig. Mm-hmm. Dus we proberen gewoon per elk moment van oké, dit heb ik goed gedaan, volgende stap. En... Als je iets moet zeggen tegen het thuisfront, er wordt heel erg gevraagd naar een reactie van Jair, ik heb je nu. En dan weet ik, je bent misschien geen grote prater, maar het is altijd leuk om iets tegen Suriname te zeggen. Jair, wat zou dat zijn? No broeia. Het komt goed. Oké. Okay.